Afgelopen woensdag was het weer tijd voor de jaarlijkse kinderpersconferentie. Op Papendal verzamelden zich zo'n 40 kidsclubleden die zich voor één middagje journalist mochten noemen. Hoi. Mag je plaatsnemen hier in de persconferentiezaal? Je mag ergens plaatsnemen. Ja, neem plaats. Goedemiddag. Voordat we beginnen aan de persconferentie gaan we eerst een quiz doen. Kijken wat jullie eigenlijk nou weten van deze drie spelers. Tegen welke tegenstander maakte Davy zijn debuut? Was dat A, NEC, B, Ajax of C, Heerenveen? Bij welke club heeft Jan Arie ook gespeeld? Was dat A, Groningen, B, Willem II of C, PSV? Davy heeft heel veel mooie goals gemaakt voor Vitesse, maar wat was nou zijn eerste goal? Nou, het antwoord op die vraag was tegen Ajax. 14 augustus 2010. Wisten jullie dat al? Had je het goed geklopt? Na de vragenronde mochten de kinderen zelf vragen stellen aan de drie Vitessenaren. Toen naar de wedstrijd van tegen Willem II. Het ging er door je heen toen jij op de paal schoot. Ja, daarna werd er wel gescoord. Dus eerst dacht ik, shit, hij gaat op de paal. Maar ik raakte hem wel heel lekker. En ik zag gelijk dat Labiat hem goed aannam. Dus die kon toen scoren. Oh. Ik zie hier een shirtje over de vraag is, denk ik. Piet. Denk aan Piet. Oh. Piet, hoe vindt u het dat u de tweede keeper bent geworden? Ik ben natuurlijk vervelend. Ik ben natuurlijk geblesseerd geraakt. En de keeper die nu speelt, de eerste keeper, die heeft het goed gedaan. Dus de trainer heeft hem laten staan. Dus voor mij persoonlijk is het natuurlijk vervelend, want ik wil natuurlijk altijd spelen. Maar neem niet weg dat ik nu wel hard moet werken om weer terug te komen. Dat is ook wel fijn. Wat was je spannendste wedstrijd? Nederland-Japan. Jan Arie, vond je het vervelend dat Gert-Jan Verbeek zo naar tegen deed? Nou, het viel eigenlijk wel mee, want hij had het niet tegen mij persoonlijk gericht. Maar hij wilde meer dat het team een beetje meer grif moest tonen. En, ik schrok wel een beetje ervan, maar ik ben niet zo snel onder indruk. Klopper, is er ook iets wat je niet leuk vindt aan je voetbalcarrière? Nee, als je af en toe niet speelt, dan, dan baal je natuurlijk heel erg en je wil heel graag spelen. En, voor de rest ben ik ervoor gegaan omdat ik het hartstikke leuk vond. Dus dat is nog steeds zo. Ik heb een vraag aan Jan Arie. Wie is je voorbeeldspeler? Vroeger was het altijd Zidane. Oké, en nu? Nu? Goeie vraag. Dat is goed. Davy. Oké, nou dat. Omdat hij dat wil. Van Jan Arie, wat vind je van vrouwenvoetbal en vind je het ook niet tijd worden dat het ook bij Vitesse komt? Ik denk dat in elke sport ook een mannen- en een vrouwenkant moet zijn, dus dat is alleen maar goed. En, ik denk dat er ook steeds meer clubs betaald voetbal of in ieder geval professioneel voetbal beginnen. En, misschien is het leuk om ook bij Vitesse te beginnen, maar ik weet niet wie erover gaat, maar ik denk dat het wel goed zou zijn. Nou, we hopen dat jullie allemaal een superleuke middag gehad hebben. Mijn hand ligt nu hier op mijn achter in mijn rugzak. Ja, natuurlijk. Hey.